Maandagochtend zijn om 19:30 8 stembureaus opengegaan om vooral stemmers die in een coronarisicogroep vallen de gelegenheid te geven om alvast een stem voor de Tweede Kamerverkiezingen uit te brengen. Een van de vervroegde opengestelde stembureaus is die in de Dordtse Vrije School aan de Dubbelmondenstraat. Rond het middaguur zijn er op dit stembureau ruim 100 Dordtenaren geweest om hun stem uit te brengen. Het is over het algemeen vrij rustig. Er is wel aanloop, maar over echt druk is het nog niet. De openstelling op maandag en dinsdag van de stembureaus is in principe alleen voor de coronarisicogroepen. Maar als je hier niet onder valt en toch langskomt om te stemmen, word je dan teruggestuurd? Nee hoor, want ze mogen ook stemmen vandaag. Vanwege alle coronamaatregelen is het toch wel anders dan anders bij deze verkiezingen. Het is sowieso wel anders inderdaad, hè, want mensen hebben mondkapje op. En ja, je moet toch even heel goed kijken. En lastig is dat je soms mensen moet vragen van mag ik mijn mondkapje even naar beneden. Maar ja, het voelt ook anders inderdaad. Ja. En dan wordt tussendoor schoongemaakt, heb ik gemerkt. Zeker, zeker. Ja, absoluut. Alle potloden worden schoongemaakt, alle stemhokjes, alles wordt schoongemaakt. De extra opengestelde stembureaus zijn open tot 19:00. Dinsdag en woensdagochtend gaan de stembureaus om 19:30 weer open.